Hallo, tof dat je kijkt. Vandaag even iets anders. We zijn op een reden met Wouter en met Phil. Phil die zit in de onderhoudsploeg. Ja. En die gaat ons vandaag de rode lijnen, de rode lusjes laten zien. Want die zijn wel heel tof. Lekker technisch voor de gevorderden, ja. Mag ik het zeggen? Ja. Zo'n 40 kilometer ongeveer? Ja, zo ongeveer, ja. Ja. Oké. Okay. Afhankelijk van hoe je het inkleurt, je kan 30 kilometer alle technische stukken doen of tot 50. Ja. Ja. Dus het rondje wat wij doen, dat delen we wel via GPX. Ja. Denk ik. Oké, zin in. Zeker weten. Zeg jij het? Let's go. Hoppakee. We zijn nu bij de Niner Shooting Mountain Trail. Een beetje ons paradepaardje van technical trail features van het hele gebied. Ja. Het idee was hier om een heel leuk uitdagend stuk trail neer te leggen waar mensen hun skillset kunnen rekken. Waar je nieuwe dingen kan ervaren en waar je voor Nederland toch vrij unieke features zal tegenkomen. Zoals deze drops hier. Ja, want hoe hoog zijn ze? We hebben er 3. 30. 50. En 80 centimeter. Wees zeker dat je de techniek beheerst. Ga niet zomaar over deze features heen. Daar hebben we specifieke hobbels voorgelegd. We noemen ze qualifiers. Om te voorkomen dat je per ongeluk erop komt. En ook om een beetje een toetsing te doen van heb jij de skillset om hier overheen te komen? Kom je niet over de qualifier? Nou, ga er heel goed over nadenken. Want wat je daarna komt kan best wel pittig zijn voor je huidige ervaringsniveau. Wat komen we nog meer tegen hier op de trail? Ja, nou op de Niner Shooting Mountain hebben we dus tabletop. We hebben mooie kombochten. We hebben natuurdrops. We hebben stepjes naar beneden. Hele mooie step, een bochtje in. Een paar traptredes. We hebben deze drops hier. Dus er is een heel mooi assortiment van allerlei verschillende technische features. En die gaan we nu allemaal even bekijken. Ja, mooi. Nou ja, let's go. Ja. Zin in. Aanvallen. Ja, wat ik wel mooi vind ook, is dat je dan hier, ga je hem hoog en dan kan je hem gelijk weer pakken. Dus je kan eindeloos kan je hem lussen. Je kan het naar je eigen ervaring inkleuren. Je kan, kijk, dit wat we hier zien is een hobbel voor de meeste mensen, maar het is eigenlijk een step up. Dus kom je mooi van die bocht, dan heb je de pump daarom af te zetten en een step up. Boom, zie je? Dus het is een klein mini step up, maar dat is de hele bedoeling, je ervaring een beetje rekken. Ja hoor. We zijn nu bij de Fortune Cookie. Dat is onze pep track. Het is een rode lusweer, sluit begint en eindigt op het groene.
En je kan hier toch behoorlijk goed je bochten oefenen. Een beetje dat binnenstuur erin, buiten pedaal inwegen. Met een beetje oefening kun je toch wel de double gaps clearen. Maar het is echt toewijding en een oefenterrein voor een openbaar pump track. En die heb je niet zo waanzinnig veel in Nederland. Maar dit is gewoon een superleuk, snel, goede plek om een beetje ervaring op te doen. Voorbereiden op bikeparks, maar ook gewoon lol hebben. Het is een lus, begint en eindigt op de groene. Dat doen alle rode lussen, dus ze zijn over te slaan of mee te nemen. Je kan het, zoals ik eerder zei, je kan deze route inkleuren naar je eigen wensen. Er zijn ook kleine lipjes, kleine sprongetjes die je optioneel kan nemen. En overal waar het echt uitdagend wordt, zoals overal in de park, heb je de chicken line. Dus je kan overal, als het iets te veel wordt, dan rij je er langs. En dan kun je alsnog genieten van dat wat jij wel binnen je skill packet hebt kunnen rijden. Dit is de rode lus van Last Gear Club. Die zijn leidinggevende geweest in de aanleg van deze lus. Wij als grotere groep hebben geholpen met het verstevigen van de paren, maar het zijn de Last Gear jongens die dit hebben aangelegd. Het is weer eens een heel andere karakter. Elke rode lus heeft zijn eigen eigenschappen en zijn eigen karakter. Wat je op deze lus gaat zien is dat je geen moment rust hebt. Het is of remmen, of bocht, of klimmen, of afdalen, of je gewicht schuiven. Het is echt een heel intens, erg leuke lus. Deze heeft ook zijn TTF's, Technical Trail Features. Je ziet hier een drop, een mini tafel en de chicken line. En deze speciaal voor kids? Ja, inderdaad. Nou, je ziet het, hè. De bochten zijn heel kort. Alles is best intens en er komen hier behoorlijk veel kindjes. We hebben net die jongens sprong zien doen. En voor de, het is jammer, hij wilde niet op de film, maar die kerel heeft de drop gepakt. Hè? Ja, ja, echt hij deed heel goed, leuk, ja. die knul. Ja. Dus kinderen komen hier echt op af. En ja, ook de volwassenen, hè? Want het blijft een leuk lus. Van de vier lussen. We zijn hier ook gestart. Ja. Ja, we zijn hier. Onderaan de green. We zijn hier omhoog gegaan. Hebben we hier even gesprongen. En toen hebben we hem eerst omhoog gegaan. En dan kom je hier dus ook uit waar wij gestart hebben. Ja, dit is de Granny Trail. Dit is de een. Ja, het identiteit van deze trail is dat hij snel, flowy is. Hij heeft zowel in de klim als in de afdaling lekker wat technisch uitdagende onderdelen.
Nou, deze drop zie je. Het is een dubbele drop. De bovenste is ook wel een afrolvlak, dus je kan ermee oefenen. Onderste is meer een hipjump-achtige hoek, dus je kan het opklimmen, je kan het zo instellen zoals jij dat wil. Dus het is echt een leuke feature. Ook weer met een qualifier bovenaan. Hè. Die qualifiers worden wel eens ingevuld door mensen, maar dat is niet de bedoeling. Want het moet mensen weerhouden die niet echt de vaardigheden hebben om daar terecht te komen. Heel flowy. Veel airtime. Sprongetjes, meerdere keuslijnen. Je kan een makkelijk lijn nemen, je kan een wat uitdagende lijn nemen met een sprong. Het is een beetje in te vullen zoals je het wil. Echt voor de kenner. Mensen, dit was het. Wij hebben een aardig leuk dagje gehad. Zeker, echt tof. Toch? Heel on-Nederlands. Laatste lekker flowy, lekker snel, maar andere weer die Niner, super technisch. Ja. Mooie afstapjes in, sprongetjes, alles, gaaf. Ja. Zelfs die kinderroute. Ik weet niet welke kinderen dat kunnen fietsen, waarschijnlijk de kinderen van Schurter. Verder denk ik weinig kinderen. Nee, wel tof. Ook die twee gastjes die we tegenkwamen. Ja. Heel gaaf. Nee. Ja, en het mooie is dat als je die hele route hier rijdt, zo'n 60 kilometer, en dan pak je natuurlijk ook de wat landelijkere en brede paden en dan kan je hier je uitdaging vinden. Dus je kan hem zelf zo samenstellen als je wil. Dus als je het nou leuk vindt om de route die wij vandaag hebben gedaan ook te rijden, GPX staat onder de video. En even liken, abonneren. Tot de volgende. Ciao. Ciao. Was a sight from my soul.